Edwin van Azen. Ja, dames en heren, u denkt, waar zijn we nu weer terechtgekomen? Maar dat komt namelijk zo. Ik sta hier in een beddenwinkel. En er komt zo meteen Catherine Keil, die heeft een afspraak gemaakt hier zo om een... die heeft ook een, best ook een gewoon mens natuurlijk. Die gaat ook s'nachts naar bed. Why not, hè? Dus, en nou is ze door de bed gezakt. Ik ken het wel. En dan heb ze een nieuw bed nodig, dus ze heb gebeld dat ze eraan komt. Ik denk, nou, dat is leuk, voor Wijdbeens Report, dan speel ik wel even de verkoper. Is voor haar ook prettig en dan leid ik haar even rond. En dan zoeken we voor haar een leuk ledikantje uit natuurlijk, waar ze lekker slaapje kan doen. Even wachten. Ach, daar komt ze al. Daar is die gekomen. Ach. Hallo. Koffie, thee. Hoe gezellig. Wat gezellig. Ach, ik zie dat u tegenwoordig in bedden zat. Nee, dat zit ik ook niet. Maar ik had gehoord dat u langs zou komen. Ja. Ik denk, nou, dat is voor u ook leuk. Als u natuurlijk een bekende persoon is. Ja, omdat u toch graag rondgeleid wordt. Dus ik speel even de verkoper natuurlijk. Maar ik weet overal. Zou ik een jasje aannemen? Ja, maar het is gelijk gezellig. Wil ik het voor u zou doen? Maar we gaan de bedjes proberen. Dat is voor u ook lekkerder, hè? Doet u zo goed, hè? Zet u ze maar onder het kastje neer, ja? Oké, en de kleertjes, leg u ze maar op de mijne, hè, de kleertjes. Gewoon proberen hoe het zo gaat. Ja, oké. We hebben alle mogelijkheden eigenlijk, hè. Dit bijvoorbeeld hier? Ja, het is een beetje de, hoe zou ik het zeggen, de klassieke hoek, hè? Ja. Klassieke hoek, hè? Dat is wel erg hard, hoor. Ja, maar u moet er even in liggen, hè. U moet hem zelf proberen. Dat u erin stappen? Ja. Lekker. Oh, moet ik zeggen, geen last van de... Is niet verkeerd als dit, hè? Nee, is niet. Dat is wel prettig, hè? Ja, dit. En, u bent wel gewend, publiek, hè? Hoezo? Nou ja, dat is... Ja, we liggen hier nog in de etalage. Aardige mensen, hè? Ja. U heeft toch iets rustiger? Het is wel wat weinig intiem, vind ik eigenlijk. Hebben we ook intiem? Ja. Gaan we de andere kant op. Komt u bij, hoor. Ja, het is korter, hè? Neem altijd de kortste weg, hè? Nou heb ik hier bijvoorbeeld, ik weet niet hoe u met uw man bent, maar dit kan je toch zeggen van nou, een beetje verdelen. Zal ik u een kontje een geven? Een beetje verdelen? Het is het oh, ja, natuurlijk, hè. Oké. Ik geef u wel wat. Ja, voorzichtig. Ja, natuurlijk. Top, maar. Nou, dat heb ik weer gedaan, hè. Nou. Dat heb ik weer gedaan. Ja, hier beneden ligt die prettig. Hoe ligt die voor u? Nou, ja, ik vind ze ongezellig. Ik zit zo lastig te praten zo. Ja, dat wel. U is ook toch weer naast elkaar is toch prettig, ja, hè? Ja, dat je een beetje elkaar aan kan raken, zou ik maar zeggen. Ik help u weer. Moet ik nou springen? Ja, u nee, moet... joh, er is een trapje. Oh, wacht maar. Ik ga toch... Komt u wel, hoor. Dat is hier rug, joh. Nou, ik ben wel gewend, hoor. Ja? Ja. Nee, dat kan niet op. We hebben Mireille Bekooi ook wel eens zo deze kant op geslepen. Doe u dat nog met die gouden stuiver? Want dit is die... Gouden stuiver? Was u dat niet? Nee, dat was ik niet. Oh, dan ben ik toch in de war met Hans van Willigenburg. Ik vind u wel, ja, ik weet niet hoe ik u... Kan u niet gewoon een trapje nemen dan? Oh, er zit een trapje. Ja. Nou. Voorzichtig maar, hè. Komt u maar, hoor. Ja, echt maar. 1, 2, hop. Oh. Dit is voor het bewegen. Kijk, dit zijn speciaal. Deze, die kunnen krullen. Die zijn voor het bewegen. Heb je dat wel eens geprobeerd? Nee, nee. Die hebben we hier staan. Oh. Ja, lucietjes moeten nog dicht, hè? Oh ja. Ik weet niet hoe. We gaan daar rustig gaan liggen even. Ja? Hebt u maar, hangt daar aan de zijkant zo'n ding. Oh ja. Een knopje. En dan? Dan drukt u op het knopje. Oh ja, er zijn 6 knopjes. Ja, u moet middels de knop. Zal ik het voor u doen? Ja. Kijk, het gaat heel eenvoudig. U drukt op het knopje. Gaat u maar liggen, hoor. Gaat u maar liggen, zo. Oh, dat is een bel, hè? Luxe. Ja. 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 En gaat hij van uw oog omhoog? Nog niet? Of niet? Hij gaat nog niet omhoog. Dat komt ook omdat ik niet... Ah, ja, maar. Dan komt hij bij mij ook omhoog. Oh, ik heb het andere je gaat lekker ook, hè? Ga ik dubbel nu. Het is echt als je zegt van, jawel, echt niet leed. Dit is eigenlijk ook wel hoog. Zit er een veiligheidsding op? Ja. Maar niet vervelend ook dit, hè, voor u. Wat? Nee. Dat kan wel, hè. Je kan een wedstrijdje doen wie het eerst omhoog is, hè? Ja. Ja. Het is toch wel prettig als ze nu snel een beslissing ging nemen. Ik heb nog één mogelijkheid voor u. Dat is het waterbed. Heb u dat voor de schade, het waterbed? Waterbed? Nee. Kunnen we ook even proberen? Ligt dat lekker? Of loopt het risico dat het leeg loopt? Nou, het is wel belangrijk dat u een zwemdiploma heeft, natuurlijk. Oh. Het is een speciale manier van eens... Jongen, ja. Wat is dat voor achteren? Ja, als je nou echt wil bewegen, dan is dit hem wel. Dus,
Dit zag je wel, dacht ik, hè? Ja, ik blijf liggen. Als je al bewegelijk, ik speel even natuurlijk. Ja, vanuit je rug, hoor. Ik hoop dat het allemaal wat rustiger is. Ik zou het door te kort, Het is wel voor de prettige ontvangst, dacht ik. Zullen we de zwemslag proberen? Nou. Nee, dat moet ik doen, want ik stort gelijk. Het belangrijkste is natuurlijk dat u een zwemdiploma heeft. Dus als u dat heeft, dan is het echt goed. Oh, hier krijg je absoluut nachtmerrie van. Ja, dus u zoekt toch eigenlijk wel toch iets... Iets rustigers, ja, doe maar gewoon zo'n oude wedstrijd. Het romantische werk toch niet maar, bewegen, hoor, niet bewegen. Want lopen we daar even naartoe? Nee, even naar even. Het is een hele gedoe om eruit te komen, hè. Maar als je eruit bent, dan ben je ook wel aan een romantiek. Nee. Ik wil even halen. Komt u maar, hoor. Nee, gaat goed. Komt u maar, hoor. Het is ook een geluid op het stijgen dus. Zeg maar, komt u maar. Het maakt veel lawaai, maar... Ja. Het is niet te hopen dat u een gehoorig huisje heeft. Nee. Maar toch meer het romantische werk, hè? Ja. Dan komen we toch in deze hoek terecht. Maar ja, kost ietsje meer, maar het is wel heel... Het is wel een stuk rustig. Heel romantisch, hè? Dat ziet u wel, hè? Muziekje erbij. Wilt u het eens proberen? Glaasje van iets lekkers. Heb ik wel goed. Voorzichtig, hè? Voorzichtig. Nee, dit is geen waterwerk. Gewoon rustig in de stap, hè? Kan ik een stukje opschuiven? Nou, vooruit. Ik ben gewend om rechts te liggen. Oh, ja. Zo. Dat is wel een probleem, ik ook trouwens. Oh. Zo. Nou, wat is rustig. Dat is er wel, hè? Maar lekker slapen. En denk erom. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.